25 juli 2020. De dag buiten de tijd. Volgens alle oude volkeren die hier op aarde hebben geleefd, onze voorouderen. Die leefden volgens deze cyclus. De natuurlijke cyclus van de zon, de maan, de aarde, de sterren. De natuurlijke tijd. Voor zover tijd bestaat. ...25 juli 2020, de dag buiten de tijd, volgens de 13 maanden kalender. Je kan hier informatie over vinden als je wat onderzoek doet naar de Maya's, de Hopi's, de Egyptenaren. Doe je onderzoek. De dag buiten de tijd, gisteren 24 juli, eindigde een cyclus. Onderdeel van een veel grotere cyclus, meerdere cycli. En de aarde staat op het punt van een grote, grote transformatie. En vandaag is de dag om het oude, wat jou niet meer dient, los te laten. En te verwelkomen hoe jij de wereld graag wil zien. Denk erover na. Voel liever. Voel wat goed is. En leef hoe jij de wereld graag wil zien. Morgen 26 juli begint de cyclus van de storm. Een grote storm. Want als je dacht dat het de afgelopen tijd stormachtig was, maak je borst maar nat, vriend. Er wordt ons een spiegel voorgehouden. En het is nu de tijd om onze verantwoordelijkheid te nemen. In zijn krachten gaan staan. En te bepalen welke kant onze wereld opgaat. Kiezen we voor de angst of gaan we voor de liefde? Gaan we naar het donker of gaan we naar het licht? Gaan we naar het hart? Blijven in het ego, het hoofd. Wat gaan we doen? Neem vandaag de tijd om te voelen wat goed voelt en wat niet. Wat laat je los? Wat verwelkom je? Morgen begint de nieuwe cyclus. We zullen op de proef worden gesteld. Heel hard. Heel hard. Maar vergeet nooit wat je bent. Wat je werkelijk bent. Je bent het leven. Je bent creatie. Je bent de bron. De Boeddha, Allah, Krishna, God. Dat is wat je bent. Je bent bewustzijn. Je bent onsterfelijk. Je bent oneindig. Je bent de zon, de maan, de sterren. Je bent alles. Dat is wat je bent. Je bent niet dit lichaam. Je bent ook dit lichaam. Maar dit lichaam houdt ooit op. Maar wat jij werkelijk bent, houdt nooit op. En als je dat weet, als je dat voelt, is er niks, maar dan ook niks op deze aarde waar jij bang voor hoeft te zijn. Laat je niet verleiden in de angst.
door de angst. Voel de liefde in je hart. Leef de liefde in je hart. Dat is jouw ware kompas. Alle gekheid op een stokje. Voorlopig voor Vincent. Ik heb ook mijn werk te doen. Ik zal jullie op de hoogte houden van het reilen en zeilen. Hoe ik ga in deze trip. Maar goed, wees de verandering die je graag wil zien in de wereld, zei een wijs man ooit. En dat is wat het is. Het is, wees de verandering. Een hele fijne dag buiten de tijd. We zien elkaar snel.